Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is dit jaar gestart met een vakantieproject op basis van het concept streaming. In de wereld staat dit concept bekend als stemonderwijs en het MINOF heeft er streaming van gemaakt, wat staat voor Science, Technology, Reading, Engineering, Art, Mathematics en Innovation. Het begrip is samen bedacht met professor Padu uit de Verenigde Staten, tevens docent op de ICT in Education opleiding aan het IOL. Het hoofddoel van dit vakantieproject is om leerlingen en leerkrachten creatief en interactief, onderzoekend en experimenteel te laten werken. Het gaat er vooral om dat de leerlingen praktisch bezig zijn. Zij zullen kennis opdoen door proeven te doen, tastbaar materiaal te gebruiken, onderzoek te doen en zelfs probleempjes op te lossen. Het vakantieproject stimuleert begrijpend leren. Niet uit het hoofd leren, maar begrijpen wat je doet en problemen oplossen, zei de minister bij de officiële opening van het project op de openbare school Eente, Sophia's Lust. Dit pilotproject wordt uitgevoerd op scholen in 4 districten, namelijk Saramacca, Wanica, Paramaribo en Marowijne.